Het is het eerste weekend in augustus en wij zijn op de Reizenmobielpark Zaburg. We beginnen hier. Hier is Entsorgung, Bodeneinlass, dus Gijswaterkleid, toilet en verswater. Hier is een straat, een doorgaande weg, maar die hoor je op de camperplaats niet. Of nauwelijks. 'S Nachts sowieso niet. Zo, we hebben hier twee delen. Wat je daarachter ziet, dat is een expansieplaats. Die is waarschijnlijk alleen maar de weekenden open als het heel druk is. Dit is de hoofdplaats. Bij elkaar zijn het dus 100 camperplaatsen. Dit is de plaats die erbij komt als het druk is. Hier heb je het sanitair gebouw met 4 douches, 4 toiletten. Hier kun je vuil kwijt. En het leuke is, een terras. Hier kun je zitten. Heel erg leuk. En daar fietst de Zaar. Het is een rivier die uiteindelijk in de Moezel terechtkomt. Ik maak even een rondje. We hebben een leuke plaats kunnen vinden, want we kijken zo op de rivier. En ik ga nog even naar de expansieplaats aan de andere kant. Ja, ik ben deze keer voor het eerst met de fiets. Want we zijn al jaren aan het camperen, maar we hebben nooit fietsen gekocht. Of we hebben wel fietsen, maar nooit meegenomen. En deze keer hebben we gewoon een fiets gehuurd. 2. En vandaar dat ik deze opname nu met de fiets maak. Zo. Kan ik ergens tussendoor? Nee, liever niet. Ik ga weer naar de rotonde hier. Waar ik net ook al begonnen ben. Sorry voor de windgeluiden, mensen. Zo, hier is de rotonde. En als je een auto hebt, kun je het hier parkeren. Daarachter kun je ook aanhangwagens parkeren. Dus ik ben weer terug en ik ga nu hier rechts af naar de Erweiterung. Reserveplätze hier. En ik had het gevoel dat de eigenaar van deze plaats een beetje problemen heeft met de gemeente. Dat de gemeente eigenlijk niet wil dat die plaats nog groter wordt. Althans, dat gevoel krijgen dan. En dat ze begonnen zijn deze plaatsen alleen maar te vullen als het echt noodzakelijk is. Ik ga er even. Daar is het plaatsje. Of die foto's daarvan zie je nog. Kijk, dit is het stuk. Beetje wobbelig hier. Dit is het stuk wat alleen maar blijkbaar open gaat. Als het heel druk is. Ik kom nu op de fietsweg langs de Zaar. Daar is het plaatsje. Nou, ik ga nog even van deze kant langs de camperplaats. Met de expansie erbij is die natuurlijk heel erg druk. Groot bedoel ik. Hier zie je weer het terras. En dit is het oude gedeelte. Hier zie je de campers bijna niet.
Wij hebben hier een plaats kunnen krijgen. Nou ja, dat was de camperplaats. En ik laat je nog straks even het plaatsje zien. En mijn vrouw zit daar. Die weet helemaal niet dat ik daar aankom. Vanaf de camperplaats ga je zo naar Zaanburg Centrum. Langs de Zaag. En bijna midden in de stad heb je een zeilbaan. En die gaat naar boven op een berg. Ja, dat hebben we nog niet gedaan, dat moeten we nog. En je kunt of met dat ding weer terug, of je neemt de slee waarmee je teruggaat. Het is midden in de stad, zoals je ziet. Die chocoladenzeit, dat ga je maken. Dat mag niet zo lang, want ja.